chefsfriends.nl. Naar Scheveningen, want je weet het, ons motto is goed eten, goed drinken, goed slapen en goed reizen. En waar kan dat beter dan in ons eigen Scheveningen? Er is namelijk de laatste jaren veel gebeurd. Onder andere is de boulevard helemaal opgeknapt, het koelhuis heeft nieuw elan gekregen en de pier, die was tot voor kort was het een dode pier, was leeg. En die pier hebben ze weer helemaal gevuld met leuke horecaconcepten, dus daar gaan wij vandaag een kijkje nemen. De pier in Scheveningen. Tot voor kort een dode pier, maar inmiddels omgeturnd tot Food Boulevard. Om ondernemer te zijn op de pier? Ja, leuk. Ja, vertel. Ja, je hebt het mooiste uitzicht en het is altijd best wel, het is altijd wel druk. Ja, het is een leuke uitdaging. Bij Vlaamkuchen wordt nog niet echt gevlamd vandaag. Zo, dat was een flinke wandeling langs allerlei strandtenten. 20, 30, misschien wel 40 strandtenten die nu al staan. De meeste zijn zelfs al in gebruik. Eén enkeling is nog bezig met het schoonmaken of het opbouwen. Maar de meeste die draaien al, want die genieten al van het mooie weer. Ze zijn klaar voor het nieuwe zomerseizoen, het terrasseizoen hier in Scheveningen. Proost op een mooi terrasseizoen in Scheveningen. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.